Zo, vliegertje, dan ga jij eens even mooi de lucht in. Want Manus wil dat toevallig zo verschrikkelijk graag. En met Manus valt namelijk niet te spotten. Daar komt hij. 1, 2. Ja, ja, ja. Vooruit. Ja, mooi. Mooi. Ja, wacht even hoor. Nee, wacht even zo. Ja, goed. Oh. Ja, gaat goed zeg. Ja, zie je wel. Dat is typisch iets voor Manus. Ja, ja, prachtig. Ja, gaat mooi. Gaat goed zo. Ja, ah, prachtig. Ja, hoog zeg. Ja, zo. En nou zal Manus jou eens even een prachtig avontuurtje vertellen. Want dat beleeft Manus toch wel hoor. Geweldige avontuurtjes. Want het was namelijk zo dat ik dacht... Zo, Boe, ja? Dit is klaar. Wat is klaar, professor? De sterkmaakdrank. Als je hiervan drinkt, word je zo sterk als de man van 6 miljoen. Zo sterk als Popeye de Zeelandman. Nu kunnen we eindelijk die Manus van alles is goed door elkaar gaan slaan. Ah, Manus van alles is goed door elkaar gaan. Maar dan moeten we hem eerst hierheen lokken. Ja, telefoneren. Nee. Een brief schrijven. Nee, Boe, ik weet wat anders. Wij gaan in de buurt een heleboel slechte dingen doen. Wij gaan stelen, wij gaan gappen, wij gaan cakeshoppen. Dan komt die vanzelf hierheen. Drinken we hiervan en dan slaan we helemaal voor. Kom mee, Boe, cake. Slechte dingen. Cake grappen. Ja, ja, ja. Oh, de freule. De freule. Oh, ha, pakken. Richard, Richard, open je daar eindelijk. Gaan jullie nou maar lang open. De freule. Dat is hier. Wat doe je nou, jongens? Oh, wat doe je nou, jongens? Wat is jou? I look for you in darkness, yes I seek it. I always say, yes I straight away. Iets anders. Kijk, de oren. Dat wordt lachen. Schildertje. Oh, die en mijn Dat zijn toch wel 2 stukjes van meesterwerk, al zeggen gezellig. Nou, nog de kaarsen erop. Zo, u zit zeker ook in het bakkersvak, hè? Ja. Nog vindt heerlijk, het is mijn specialiteit, slagroomtaart, hè? Maak ook chocolade blaas en kaarsenpunnetjes. En wat ik ook maak... Belangrijk dat je in verschillende andere smakelijke zaken, zoals puddingvlaas en wij maken ook speciaal verenvlaas. Nou, dat vind ik erg lekker. Ja, ik schiet even in de lach, want ik proef het nou zelf. Ik moet zeggen, het is erg lekker met je slagroom. Dat is ook mijn specialiteit, hè. Pardomme. Ik geloof dat ik gefopt ben. Ze liggen niet meer op de papiertjes, maar ze zitten in mijn gezicht. Dan moeten we dat joch van de televisie behalen. Manus van alles. Manus. Manus. Ja.
maken. Ja, professor. Boeboe. In naam der wet. Is in overtreding. Moet ze onmiddellijk vangen. In het gevangen ermee. Verschrikkelijk. Ja, ze zijn natuurlijk wel met z'n tweeën. Manus moet je hulp bieden. Kijk nou eens hier. Schande. Ah, daar is Manus al. Wat een verdacht huisje. Daar zitten vast en zeker die boefjes, die gemeeners, die keetrappers. Ik ga er meteen op. Oh, ze zijn er niet. Boeboe en die gemeene Fruns. Oh, dit is vast en zeker het huisje waar ze al die gemeene dingetjes brouwen. Dat ze stoute dingen kunnen doen. Oh, het is wel leuk. Wat zouden ze nou weer gemaakt hebben? Dit? Ja. Dit zou wel eens het gemeene drankje kunnen zijn waarmee ze iets stouts van plan zijn. Zal ik een slokje nemen? Even proberen. Oh, hij drinkt van de sterkmaakdrank. Wat zal er gebeuren? Ja hoor, hij wordt sterk. Zo sterk als de man van 6 miljoen. Zo sterk als Popeye de Zeeler. En als de boeven komen, dan staat ze wat te wachten. Zeg, Boe, nu hebben we wel genoeg keet in het dorp getrapt. Ja. Nu gaan we naar binnen. Drinken de sterkmaakdrank. En wachten tot die slappe Manus komt. En dan... Tjoek. Slaan we hem in elkaar. Mijn vliegertje hangt in een boompje. Hé, dom vliegertje ben jij zeg. Weet je wat ik ga doen? Ik ga jou ruilen voor een kleurpotlood of een koekje of desnoods een klapkauwgum. Vertelt u me nou maar eens hoe u aan die fiets komt. Nou, ik doe... Is voor mij. Gestolen. Haha, van het personage. Gestolen, nou, zo. En die doos daar, wat zit daarin? De tekeningen van de kinderen. Ja. Dat is helemaal fraai. Tekeningen van kinderen stelen. U gaat met die fiets en die doos mee naar het bureau. Nee, kijk, Gert, dat is niet nodig. Nee. Luister nou. Een grote mond? Jij gaat ook weer naar het bureau. Nee, agent, laat mij het nou even allemaal rustig. Dat mag u allemaal op het bureau doen, meneer. U gaat ook mee. Nou, dan kunnen de kinderen eindelijk eens een keer zien wat een onaardige agent u bent. Ja. Kinderen. Ja. Kinderen? Kinderen. Ja. Kunnen die mij dan zien? Nou en of,
Kunnen jullie deze agent zien, kinderen? Oh, ja, natuurlijk. Juist. Ja, ja. Vertel eens, wat zou ik voor u kunnen doen, dames en heren? Nou, u zou bijvoorbeeld ons naar de Holle Bolle Boom kunnen brengen. Naar Peter, met de tekeningen. Oh, juist, juist. Nou, goed, goed. Maar daar ga ik wel even mee, hè? Want ik wil er zeker van zijn dat die tekeningen goed aankomen. Oh, ja. En ondertussen zal ik u eens even fietsen leren. Oh, hou de politie is je beste kameraad. Ja, hoor. 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 Ja